Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerard en wij gaan vandaag de lelies spoelen die we vorige week gerooid hebben. De keepers kunnen meteen los in de bunker. Ja, 2 minuten of zo, dan is hij weer weg. Oké. Okay. Nemen ze 7 grond mee terug naar het land. Wordt hier allemaal gewassen, wordt gesorteerd hier zeg maar in de proppen. Grof en fijn. Die eerste spoelmachine, dat is gewoon een echte spoeler die het grond vrij spoelt. En daar zit ook een kluitenscheider en een stenen scheider in. De kluiten en de stenen die zinken naar beneden. De bollen die blijven drijven. Ja. En dan hebben die hele vaten die onder in het water zitten, dan draaien de stenen en de kluiten eruit. En dan de bollen die gaan rechtdoor. Hier doen we een keer voorsteer en daar doen we het nog weer een keer. En dan hieronder deze machine er zit een messenbalk. Die knippen de wortels er nog af, zodat het product zeg maar makkelijker verwerkbaar is. Is het invullen. Ja, dan nieuw met de afstapelaar. Normaal spoelen we altijd met 2 mensen en we kunnen nu door deze combinatie kunnen we met 1 man spoelen, dus dat scheelt weer een beetje. Hoeveel kubieke grond komt er eigenlijk nou mee eigenlijk? Wat denk je dat we houden? Ja, kijk, het ligt natuurlijk helemaal afhankelijk van het weer. Als het nat is, dan neem je veel meer grond mee. Stel dat er 10 kubieke op een keeper gaat. Dan komen daar, als het mooi gaat, 5 of 6 kisten bol uit. Dus dan neem je 4 kubieke grond mee. Ja, maar die grond heb je ook eigenlijk wel weer nodig, anders schadig je de bol ook weer. Ja, dat klopt. Ja. Je moet ook met grond rooien, dat klopt, ja. Hier doen we alleen aftellen. En we draaien het in het first van de koper. En die mensen die zitten de kwaliteitscontrole doen. Ze. Maar het gaat per aantal. Je werkt eigenlijk niet in tonnen, je werkt echt gewoon in aantallen. Zeg maar. Ja, we praten in aantallen en dan praten we ook nog in Rijnlandse roeders. 700 roe is een hectare. Ja. Nou, en dan zeggen we altijd, als je 1000 bollen van 1 roe haalt, dan heb je gewoon een super opbrengst eigenlijk. Ja. Dus, En waar gaan deze lelies daar weer naartoe dan? Of voor waarvoor telen jullie? Wij zijn in principe een bloembollenvermeerderaar en wij leveren aan de export of aan de broeierij. En de bollen die wij dan zeg maar telen voor ons bedrijf, zowel tulpen als lelies, dan gaat ongeveer 70% van naar de export, dus naar het buitenland uiteindelijk. En die andere 30% die blijft voor de binnenlandse broeierij. Ja, okay. Dus uiteindelijk is het doel natuurlijk om hier een bloem van te maken. Ja. Vond je het ook een leuk filmpje? Geef het filmpje even een duim. En tag je vrienden hieronder die een duik willen nemen in dit wildwaterbad. Ik zou zeggen, tot volgende week. Victor, is dit nou jouw auto? Dit is mijn auto. Kunnen we die hier ook niet even schoonspoelen? Ik denk dat die gewoon zo meteen in de stokbak gaat zetten. Dan gaan we even de spoelerij gaan halen. Het past best, dus daar kan het niet aan liggen. Past prima. Wel een beetje een karige auto eigenlijk. Zo'n karige auto. Wat is er mis met mijn auto? Wat is nou mis met mijn auto? Ja, geen idee, maar jij gaat vanmiddag een nieuwe ophalen. Er zal iets mis mee zijn. Ja, maar...